De tweejaarlijkse molenfeesten werden dit weekend weer georganiseerd bij de Beatrixmolen in Winsen. Eens in de twee jaar staat het evenement in het eerste weekend van september op de agenda. Voor alle inwoners van de gemeente waren er activiteiten georganiseerd. Zo was er Winsens Cabaret, het zogenaamde Vijverpunterij, hapjes en proeverijen. En konden de kleintjes zich uitleven op zaterdagmiddag. Voor hen was er onder andere een stormbaan en ze konden zich laten schminken. Op vrijdag en zaterdag werd de dag afgesloten met een groot feest. Hoppa!